Met deze grap neem je je boekhandelaar te grazen. Je hebt ervoor nodig briefgeld. Echt geld. Dus doe het samen met je vader en ga niet uit de portemonnee dingen jatten. Je hebt nodig een stapeltje van dezelfde briefjes. Die ga je helemaal glad strijken. Met een strijkbout. Daarna leg je ze op een stapeltje en snij je een kartonnetje uit dat net zo groot is als de briefjes. Je legt de briefjes keurig op het kartonnetje en op de rug doe je een beetje lijm. Om het helemaal af te maken maak je er ook een voorkantje op die duidelijk nep is. Kijk, je plakt hem vast, doet hem over de rug en dan heb je een echt boekje. Met bladzijden van geld. Je snapt wel hoe het gaat. Je gaat naar de boekwinkel, je zoekt een mooi boek uit. En dan, als je wil betalen, doe je het boekje open en dan scheur je er een briefje uit. En die geef je. Die boekhandelaar die denkt, hé, is dat monopoliegeld? Hoe zit dat? Die gaat het natuurlijk helemaal in het licht controleren. En dat is grappig. Heel veel succes. Oh ja, kijk voor meer grappen op deze website of lees het boek De Vreselijke Tweeling. Want Max is een echte 1 april grappenverzinner.